Wanneer je van start gaat in de auto, dan vergeet je eigenlijk echt alles om je heen. En dan draait alles maar om één ding en zo snel mogelijk de snelste tijd neerzetten in de auto. Dus je gaat gelijk van start vol gas naar de eerste bocht. Komt aan, vol in de remmen en zo snel mogelijk de eerste bocht door. En zo naar bocht 2 en naar bocht 3. En dat geeft een gigantische kick, maar ook enorm veel adrenaline. En dat is hetgene wat het samen tot een enorme gave sport maakt. Paul Souwman, 27 jaar, woonachtig in Sint-Jansklooster. Voor dit seizoen is Hardenberg een thuisrally door het wegvallen van de Zuiderzeerally. Vandaag zijn we hier om te winnen, dus we doen het beste. Voorheen was ik actief in de motocross en in de duro. Na vele jaren dat we het hebben gedaan, was het eigenlijk tijd om een keer wat anders te gaan proberen. Toen kwam ik in contact met Arends Racing en nu gaan we het proberen in de rallysport. De drijfveer in de rallysport is de snelheid, het technische gedeelte en het openbare weggedeelte. Dat is eigenlijk wat het aanspreekt om in de rallysport te gaan deelnemen. We zitten hier in de rallyauto nu. We hebben een stevige rolkooi voor de veiligheid. Mochten we over de kop slaan, dan hebben we in ieder geval het dak verstevigd. We zitten in speciale racestoelen die goed zorgen dat je op de plek blijft zitten. Samen met de gordels, zodat je echt strak en goed veilig in de auto zit. We hebben hier de schakelpook. Dat is in één lijn, dus we schakelen zonder koppeling op. En kunnen terugschakelen wel met koppeling, zodat we de snelheid hoog houden en hoog in de toeren. Hier hebben we de handrem, die trekken we aan om goed dwars te kunnen zetten in de bochten en gelijk weer op snelheid verder kunnen gaan. De rallydag ziet er als volgt uit. Je begint 's morgens vroeg al de documenten ophalen, routeboek ophalen, de bestikking voor de auto met startnummer. Vervolgens gaan we de routes verkennen en dan gaan we de pitsnels maken om alle bochten er uitgebreid te beschrijven. Hoe we de snelste bochten kunnen aansturen, snijden, niet snijden. Als dat gedaan is, gaan we weer terug naar het servicetrein waar de auto staat. Gaan we de auto checken en als dat klaar is, dan gaan we de auto keuren. Mocht die goedgekeurd zijn, dan zijn we klaar voor de wedstrijd. En dan gaan we vervolgens starten bij de klassementsproef 1. Natuurlijk zoveel mogelijk Nederlandse kampioenschappen mee te kunnen rijden, maar het uiteindelijke doel en de uiteindelijke droom is toch het Dakar Rally te rijden.